Nou, nu jullie de pauze in diepe meditatie hebben doorgebracht, dan ben ik benieuwd wat de inzichten zijn. Iemand iets? Ja, Hans, ik wil even vragen. Dat je had het over die angst, hè? En dus die s'nachts, dat jij werd s'nachts wakker. En, oh ja. Dan kwam het dan opeens opzetten, hè? Want dat gevoel, hè, van die angst, dat lijkt dan inderdaad, jij zei net ook al, in de eerste instantie is dat heftig. En het lijkt dan inderdaad, ik denk, ja, wat komt daarbij in de buurt, weet je wel. En denk, ja, inderdaad, dat lijkt wel, of je gaat eraan, of, dus het wordt, of je gaat eraan of je vlucht ervoor. Mm-hmm. Hè? In mijn geval vlucht ik er steeds voor. En dan denk je, ja, dit kan niet goed zijn, weet je wel. Is dan de gedachte. Oh. Want vervolgens denk ik, ja, maar wie denkt dat nou eigenlijk? Weet je wel? Ik zie wat er gebeurt. Maar dat is ook weer een gedachte. Ja. Dat is ook een gedachte. Anders kan ik het überhaupt niet tegen jou zeggen. En dus ben je meer met de gedachte bezig dan met de feitelijke energie? Voelen, ja. Ja, omdat het inderdaad, omdat ik die gedachte geloof van, oh ja, dit is te erg, nu zit ik verkeerd, weet je wel. De verkeerde spoor. Het advies, waardoor ik het anders kan gaan bezien. Het advies, maar goed, adviezen zijn raar, maar ik doe het toch maar. Het advies is om niet te luisteren naar de gedachte. Ja. Dus die gedachten gewoon te zien voor wat ze zijn, leugens. Ja. En ik heb die vergelijking eerder gemaakt van, als je het al als beeld wil zien, van de emotie die de kop opsteekt, dat is het vuur. De gedachten zijn de rook. Maar je kan geen vuur blussen door in de rook te wapperen. Je moet naar het vuur. Dus de beweging van het meegaan met die gedachten is gewoon de conditionering die we noemen de angst om volledig te voelen. Dat is wat het is. Dus jij, bewustzijn, aanschouwt gewoon de neiging in het systeem om de hele tijd weg te blijven bij de brandhaard. Net zolang tot je of dood neervalt, of dat het kwartje valt, zeg maar, van dit werkt niet. Met de hele tijd met die gedachten meegaan, of daarin geloven zoals je zegt, werkt niet. Als dat glashelder is, dat een bepaalde strategie niet werkt, laten we die misschien vallen. Ja, dat schiet me opeens binnen. Ik had ook nog even de gedachte, jezus, maar dat is zo, zo'n grote... Ja, precies. Dus weer zo'n leugen. Jezus, nou, dan ga ik helemaal in het negatieve, weet je wel. Ja, exact. Leugens. Ja. Allemaal leugens. Ja. Het is te groot, het is te veel, ik doe het niet goed. Hij haalt er alles bij om maar te voorkomen dat je gewoon die energie ontmoet. Nou, op een gegeven moment heb je dat door. En wanneer? Ja, nobody knows. Doordat het nog een keer uitgelegd wordt of doordat je het zelf inziet, I don't know. Ja, want het beeld en het gevoel wat er bij me oproept is dat het een soort chaotische energie is die... Ja, dus waarom niet gewoon een chaotische energie ontmoeten? In plaats van daar allerlei ideeën over te hebben, waarbij ik in ieder geval op een gegeven moment zag dat al mijn ideeën erover klopte de boel eigenlijk alleen maar meer op. Ik was mezelf als het ware angst aan het aanjagen over dat wat de kop opstak. Dus iets steekt de kop op en zeg maar zo groot. En dan... Dus dat mechaniekje zag ik op een gegeven moment, van blowing up a balloon. Ja, dat beneemt je het zicht op een gegeven moment, maar het is gewoon prik en het is weg. Het is niks. Nou, dat ik dan even dat. Want de andere kant is dat als ik dat zo. Soms is het ook zo dat ik denk van, nou ja, oké. En dan lijkt het er opeens niet te zijn. Ja, inderdaad. Omdat je er niks van maakt. Ja, omdat je er niks van maakt, maar is dat ook. Want je zegt ook in je eerdere verhaal van, ja, als ik met die energie bezig was, is dat ook niet een beïnvloeding van. Nee, vanuit je denken zoals van. Je, is zoals je het nu beschrijft, is het veel meer een neutrale houding ernaar. Dan heeft het niks om aan te grijpen. Je moet het voeden met je geloof. Is dan alles een gedachte? Zo kun je het ook zeggen. Probeer maar eens een probleem te hebben zonder gedachten.
Nee, dat, ja, maar laat die maar doordringen. Dit is cruciaal. Dat weet ik. Ja. Ik kan je nog niet als je, iets benoemen. Maar Leon, als je het echt weet, dan zijn vanaf nu je problemen toch over? Ja, dat zeg jij. Nee, maar ik bedoel daarmee van... Heel vaak krijg ik te horen van, ja, maar dat weet ik wel. Nou, blijkbaar niet. Dus zit er een verschil tussen iets verbaal verstaan of intellectueel... Dat wel kunnen volgen, zoals ik heel vaak heb. En niet om lullig te doen tegen jullie, dan zeg ik zo eens van die dingen. En dan zit iedereen te knikken, maar ik weet over 5 minuten ben je het weer vergeten. Echt knowing is totaal. Ik geloof gedachten gewoon niet. Of laat ik het anders zeggen, ik ben me er altijd van bewust dat een gedachte is. En geen waarheid. Rij ik gisteren... Ik rijd met de auto en ik ga de hoek om en ik denk opeens, verrek, hier is toch dat, die pinautomaat, weet je wel. Dus ik stop en ja, inderdaad, is die pinautomaat. En ik moest even pinnen nog. Hè. Ja, dat is duidelijk. Ja. En in die zin, is die gedachte wel weer waar. En ja, maar dat is een praktische gedachte. Ja, daar hebben we het niet over. Daar hebben we het niet over. Daar is het ook voor. Hè. Die mind is er voor om met objecten en levenssituaties om te gaan. Waar zijn mijn sleutels en dat soort dingen. Nou, dat hoef je eigenlijk niet te vragen, you should know. Maar goed, dat is weer iets anders. Maar het onderscheid van wanneer is die gedachte nou... Nou, dat is heel makkelijk, zodra het psychologisch wordt. Zodra het over die mij gaat. En dan dus niet in de praktische zin van, waar zijn mijn schoenen? Zodra het over emoties gaat, sociale positie, relaties... Al die dingen die die ego's zo belangrijk vinden... Liefde. Dan is het niet waar. Mind is een fantastische tool. Verstand is geweldig. For practical purposes. Dan verdient het ook de naam denken. Maar... Ik moet uitkijken hiervoor, als het maar niet te veel wordt, dat is geen denken, dat is gewoon de angst die aan het praten is. Dat is geen denken. Dat is de rook. Denken zorgt voor helderheid, logica. Ah, vluchten werkt niet? Goed. Wat heb ik nog niet geprobeerd? Daarop af. Ah. Ja, dat is waar. Of alles wat ik tot nog toe gedaan heb, inclusief mijn spirituele activiteiten, kan ik herkennen als controlegreep. Het enige wat ik nog niet geprobeerd heb is niks. Ja, dat is waar. Dat is logica, dat is denken. Want bijna niemand denkt. En bijna niemand kijkt. We denken dat we denken. We denken dat we wakker zijn, we denken dat we vrij zijn, we denken dat we een vrije wil hebben. En dan bedoelen we, in dat geval bedoelen we met denken, geloven. En voor mij heeft denken en geloven niks met elkaar te maken. Denken is een wakker iets. Maar niet in de trant van, ja, ik denk dat het zo zit. Dat is geen denken, dat is geloven. Wrong word. Ja, wat me nu te binnen schiet is van... Op diezelfde plek van dat gevoel, hè, waar soms is dat ook bijzonder prettig. Ja. Dat, diezelfde plek. Ja, sure. Things change. Alles wat je kan waarnemen verandert continu. Daarom is alles wat je kan waarnemen niet waar. Ja. Dat is een diepe even hoor. Dat is dus ook iets wat je op een gegeven moment zou kunnen constateren. Als er hier een prettig gevoel opkomt, dan kan je observeren dat dat er eerst niet was en dan komt het en dan gaat het naar een climax en dan verdwijnt het. Oké. Als er een onprettig iets opkomt, dan was het er eerst niet en dan komt het opzetten en dan gaat het naar een climax en dan verdwijnt het. Waarom onderscheid maken? Waarom het ene tot... probleem verheffen en het andere tot iets begerenswaardig. Waarom niet gewoon allebei ontvangen? Waarom het niet gewoon laten bewegen? Waarom moet ik me er altijd mee bemoeien? Waarom moet ik er altijd zeggen, ik moet mij altijd zo voelen? Wat is dat voor gelul? En wie is die ik eigenlijk die dat wil?
Waarom niet gewoon iedere ervaring is welkom? Irritatie, liefde, generositeit, hebzucht. Waarom dat verhaal de hele tijd wat eronder zit, ik moet zo zijn of het leven moet zo zijn. Een of andere permanente... Ik heb nog nooit in mijn hele leven iets permanents gezien. Jullie ook niet. Niemand. En toch willen we altijd gelukkig zijn. What the fuck is dat? En waarom? Pijn is toch ook interessant? Of angst? Of verdriet? Of als je niet de hele tijd dat met je overtuigingjes bombardeert? Ja, maar goed, het is toch steeds dezelfde die... Er is toch niet een ander hier... aanneemt of niet aanneemt. De vraag is meer van waarom de hele tijd in die aannames geloven. Waarom ze niet zien voor wat ze zijn. En daarmee zien dat ze allemaal onwaar zijn. Behalve die praktische. Ik neem aan dat mijn auto er nog staat. Dat is meestal het geval. Niet altijd. Maar er is een aardige praktische aanname. En als blijkt dat die er niet is, nou, dan zien we hoe dat verder gaat. Maar ik hoef toch nu niet de hele tijd te zitten, oh, als mijn auto er nog maar staat, oh, Jezus Christus, oh, dat zou erg zijn, oh, oh. Dat is waanzin. Naar mijn idee. It's got nothing to do with this. Dus ik hoef alleen maar... Nou ja, het heeft natuurlijk ook te maken met het idee dat je denkt, zijn dingen nou voorbestemd of niet, want... Als het niet zo is, dan heb ik... Maar Leon, als je gewoon bent en begrijpt dat een gedachte is. Echt, als je dat echt begrijpt, dan weet je toch dat die gedachtegang van... Is het nou voorbestemd of niet? Het is gelul in de ruimte waar je niks aan hebt. Het doet er niet toe. Ben ik aanwezig of niet? Als ik gewoon aanwezig ben, dan komen dat soort vragen helemaal niet op. Dat soort vragen duiden voor mij op de vermijdingsdrang van een angst die daar al zit. Waarom moet ik het anders weten? Ik zoek veiligheid. Daarom wil ik weten of het voorbestemd is, of ik een vrije wil heb. Of dat er een goddelijk plan is, of een diepere betekenis. Dat doe ik toch alleen als ik angstig ben? Ja, ja, dat heb ik toch weer te maken. Natuurlijk, altijd. Wie niet bang is, stelt geen vragen. Die is... Ja, ja, ja. It's very simple. Ja, altijd. Ja. Waar rook is, is vuur. Weet je wel? Dus waar dat soort gedenk en geloof is, is het vuurtje van angst. Dan moeten we ons bezighouden met angst. Niet met al die 3 miljoen uitlopers in de vorm van gedachten. Want daar heb je geen tijd voor. 100 jaar is niet genoeg om al die vragen te beantwoorden. Waarom niet? Omdat het vuurtje blijft branden. Van, hoe word ik zeker? Hoe word ik veilig? You're not. Leven is totaal onveilig en you're gonna die. Fact. Dus, why worry? Komen die gedachten dan nog steeds uit dat feit dat ik door die angst niet... Ja, omdat je niet naar die angst toe gaat. Ja. Dus dan blijft dat gewoon opkomen? Uiteraard. Ja, ja. Tot die basis. Kijk maar naar mensen, weet je wel. Van, je kent ze allemaal. Mensen, je komt ze wel eens tegen her en der. Je kunt erover lezen in ieder geval. Maar ze hebben altijd iets. En ze zijn altijd ergens bang voor. En is het ene dingetje waar ze bang voor waren opgelost, dan hebben ze weer iets anders. En dat gaat maar door. Valt daar niemand op? Het gaat namelijk niet over dat onderwerpje. Denk je dat mijn relatie het eind van het jaar nog haalt? Daar gaat het helemaal niet om. De vraag is, ik ben bang en ik ben onzeker en ik kan er niet mee omgaan. Ja. En dan verwachten we dat Sinterklaas of de guru of whatever, de therapeut, met iets aankomt zodat ik mij zeker voel. Zekerheid heeft geen donder te maken met krijgen wat je wil. Ik ben 100% zeker dat alles naar de kloten gaat en ik ga dood. En ik kan niks vasthouden, ik ben 100% zeker dat alles wat ik waarneem bewegelijk en veranderlijk is, dus niets blijft. Word ik daar bang van? Nee, ik vind het heel relaxed. Want zo is het namelijk.
En ik leef liever met hoe het is dan met hoe ik het zou willen hebben. En ik weet niet eens waar ik vandaan zou moeten halen van hoe het dan anders zou moeten. En ook niet dat als het zou worden zoals ik dan bedacht had, van stel dat dat zou gebeuren, misschien was het wel vreselijk. What do I know? Maar als je meer bent dan alleen je lichaam en je gedachten, dan weten we ook niet dat als we dood zijn, of dat wat dan overblijft, die ruimte, die gaten, of die, er dan, die zijn er dan misschien ook nog wel, dat weten we niet. Ik begrijp die vraag niet, maar laten we zeggen, alles is onzeker, dus ook dat. Ja. Nou, is toch fijn? Ja. Alleen dat is zeker. Ja. Dat je lichaam doodgaat, dat is zeker. Dat sowieso, precies. Ja. En dat is erg prettig. Al willen sommigen voor eeuwig leven, heb ik begrepen. Ik heb trouwens omgekeerde ervaring, zie ik bij mij gebeuren. Er is een angst en ik vind daar gedachten bij die die angst bevestigen. Het is helemaal niet omgekeerd. Maar dat is dus grappig om te zien. Ik maak mijn gedachten en de situatie om mijn angst te bevestigen. In plaats van dat ik bang ben vanwege de situatie. Ja. Dat is heel grappig. Yes. Ja. En op die manier kunnen we dus ook vanuit het positieve. Dus we houden ergens van, en dat noemen we dan positief. Daar gaat de geest dan ook dingen bij zoeken die het bevestigen. Ja. Vandaar dat ik vaak zeg van dat onderzoek handig is als eerste insteek om juist dingen te zoeken die ontkrachten wat ik geloof. En niet de bevestiging te zoeken. Want dat is wat we meestal doen. We geloven iets. Hè? Een vader hoort zo en zo te zijn en dan gaan we argumenten daarvoor verzinnen. Iets onderzoeken betekent naar het geheel kijken. Dus ook naar de dingen die je tegenspreken. Nou, ik ontdekte zelf dat ik het handiger vond om de dingen waar ik in geloofde te ondermijnen. Want ik had zoiets van, als het echt is, dan staat het op zichzelf. En dan heeft het geen argumenten nodig. Dan heeft het niet de hele tijd die bevestiging nodig. Dan is het een ding aan zich. Nou, dat bestaat dus niet. Het enige gevaar wat er dan bestaat, is dat je het voor de verkeerde redenen aan het ondermijnen bent. Dus als je bijvoorbeeld een angst gaat ondermijnen omdat je hem niet wil zien en dan argumenten vindt. Ja, maar het leuke daarbij is. Is iets anders. Ja, uiteraard. En dat kan iedereen als hij dat vreest proberen. De angst zal dan niet verdwijnen. Nee. Dus dan werkt het niet. Dat is het leuke ervan. Dat is net als met dat, daar hebben we ook vaker over gehad, van dingen totaal voelen maakt dat ze oplossen. Maar als ik ze ga zitten voelen zodat ze oplossen, werkt het ineens niet. En dat vind ik zo geweldig. Dus al mijn valse motieven worden gewoon meteen onderuit gehaald. Toch is het een hardnekkige techniek. Yes, natuurlijk. Maar op een gegeven moment kom je daarachter en dan ontdek je iets wat eigenlijk veel belangrijker is dan het doorvoelen van het specifieke dingetje. Namelijk dat je kunt zijn of kunt leven als een soort welkome ruimte. Waarin de angst of de liefde golf gewoon op kan komen, zijn dansje kan dansen en weer verdwijnen. Wanneer die energie dat prettig vindt en hoe die energie dat prettig vindt en niet meer op mijn voorwaarden, die altijd op mijn angsten en verlangens gebaseerd zijn en mijn toevallige opvoeding of whatever. Dat is veel cooler. En dan komt er een moment dat die realisatie kan komen van ik hoef niets te doen. Laat het gewoon, wauw, een angstbouwwerk, wauw, er is niks en je weet donders goed, er is niks aan de hand, het is all fantasy of oude stuff, maar er wordt iets gebouwd en daarna lost het weer op, dat is toch fantastisch? Ja. En ik heb toch niks te doen dan zijn. En het blijft interessant om te zien. Toch, die acten zijn allemaal patronen. Dat die toch steeds proberen terug te komen. Yes, en je zegt, oké. Yes. Het is intrigerend. Want je bent er nooit. Hè? Het gaat gewoon door. Yes. Maar het wordt een beetje meer een spelletje. Yes, exact. En de belangrijkheid gaat er dus af. Ja. Het is niet erg als er een identificatie opkomt en weer verdwijnt. Ja. Of dat het wekenlang stil is of whatever. Nee, je bent niet plotseling een enlightened of zoiets. Nee, exact. Ja.
En dus dat is ook een van de dingen die op een gegeven moment wegvalt. De meetlatjes van, als ik of iemand wakker is, dan moet hij zo en zo en zo. Nee. Vrijheid en voorwaarden gaat lastig samen. Het is gewoon nu, dit. Ja, cool. Vaak iets een soort aanval van triestheid, een paar uren of een paar dagen soms. Gevoel van alleen op de wereld. Ook iets dat ik zie, dat om in een rol te kruipen, dan moet je echt energie erin stoppen in dat systeem. In het oordelen, het meegaan, het geheugen geloven. Het is iets van, jeetje, wat een... Wat een werk. Ja. En ik zie het gebeuren, dus het is niet 100% spontaan dat je toch meebeweegt met... Ja, het is allemaal een beetje onecht. Yes. Die riep al eens van de hele leven is eigenlijk doen alsof. Want het feit is, je bent alleen op de wereld. Of anders gezegd, alleen jij bent. En we zitten constant tegen onszelf te ouwehoeren. En verdelen onszelf in multiple objects. En dat gevoel van, Krishnamurti noemde dat aloneness, in tegenstelling tot loneliness. Als dat net even anders valt, wordt het loneliness. En dan krijgt het die zwaarte. Anders is het gewoon to stand alone. En ik maak dan vaak die grap, alone and all one is similar. Maar dat zijn van die basic dingen die vrij diep zitten, die we eigenlijk proberen te vermijden. Vandaar dat zoveel mensen zo ontzettend bezig zijn met dat relatie-sociale gedoe. Om maar niet te hoeven voelen dat alleen jij bent. Of anders gezegd, dat je niet bestaat. Als we dat constant maar blijven opvullen met people en their stuff, dan hoeven we daar niet achter te komen. Blijkbaar is het angstaanjagend. Ik vind het zeer bevrijdend. Het is jammer wat dat betreft dat Sartre niet verlicht werd. Want die deed een geweldige uitspraak. De hel, dat zijn de anderen. Echte humanist, hè? Ja, nogal, ja. En die had een ik, hoor. Ho! Nog meer, Robert? Ik wilde er snel doorheen. Het persoontje is wat er problemen mee heeft. Yes. Waardoor je in de wereld beweegt, komt daar energie in. En dat blijft een soort vliegwiel nog een tijdje doorgaan. Al die mensen die zijn samen bezig en die zoeken die verbondenheid. En dan zeg je, hé, maar... dan gaat dat denken ook weer, dat blijft doorratelen. Dat is een grote uitdaging om dat weer om het te midden van anderen ook stil te kunnen zijn. Ja. Dus misschien dat Sartre toch gelijk. De truc is niet dat je dat kan doen, maar om er dus ook niks van te vinden in de zin van het niet te veroordelen dat gevoel of die gedachtegang dat die opkomen. Gewoon simply observe. Zo rolt het uit. Zo ontvouwt het zich. Oké. Want zodra we gaan proberen het dan weer een kant op te krijgen, zitten we, voordat we het weten, weer in die controlegreep van hetzelfde ik wat denkt hoe het beter zou moeten. Maar ik weet nooit hoe iets beter moet en ik weet ook nooit wat het gevolg is van een specifieke ervaring of situatie, want ik kan niet in de toekomst kijken. I simply don't know. Dus ik ben niet alleen, maar ook nog onwetend. Ja, die veroordeling, die haakt al in. En omdat dan komt er weer een veroordeling over de veroordeling. Yes. Ik mag me niet, ik zie het gebeuren. Ik irriteer me, ik wil me niet irriteren. Dan zie ik dat ik irriteer over het feit dat ik
Nou ja, ja, stapelen noemen we dat. Ja. Hoe doe je dat dan? Want het lijkt heel makkelijk als je zegt, ja, dat is de weerstand. Ik zie wel dat mijn eigen weerstand is. Maar... Zie dat nog beter, is mijn oproep. En dat kun je niet doen, maar dat kan wel gebeuren. Just keep looking at it. Het is bezig, het irriteren en het irriteren over het irriteren en het afkeuren dat er irritatie is over de irritatie. Look at it. It's happening. Alles wat je meemaakt is aan de ene kant onwaar, maar tegelijkertijd, het is de teaching. Right in front of you. Maar wij willen de hele tijd iets anders of iemand anders zijn. Als ik nou maar zonder irritatie was, was ik beter. This is what you are. Right now. Look at it. Je bent het zien en de inhoud tegelijkertijd. Right here. Right now. Dus laten we niet proberen er iets aan te veranderen. Kijken, voelen, luisteren. Liefst wil ik die andere veranderen. Ja, dat is ook een strategie. En een wijze Indiër zei ooit, het is handiger om sandalen aan te doen dan om de hele wereld met leer te bedekken. Nou ja, wij proberen het met asfalt. Gaat vrij goed. Dit is, als die kan vallen, de bewustwording van onze eindeloze neiging het de hele tijd naar onze hand te willen zetten. Als je dat kan zien, en dus ook kan zien dat dat in je spirituele practice zit, en hoe ziek dat is, en hoe niet spiritueel dat is, weet je wel, dan kan het hele feestje gewoon in elkaar lazeren. Al die stuff is allemaal een me die denkt dat hij weet hoe het zou moeten zijn en zich daar naartoe mediteert, shiatsu, weet ik wat. Fuck off! Zeg ik dan, in alle bescheidenheid. Ik wil dat niet, ik weet het niet. Ik weet het niet beter dan het is. En als ik nu een eikel moet zijn en me zo moet manifesteren, so be it. En als ik een hartstikke lieve jongen moet zijn op dit moment, so be it. En als anderen daar iets van willen vinden, top! Veel plezier ermee. Het zegt niets over mij, of waar dan ook over. I am happening. Ik zit niet aan het stuur. Ik weet het niet. Dat weet ik heel zeker. En het is oké. En ik zie dat dus, dat is het maffe, weet je wel, van, ik zie in iedereen gewoon dat het helemaal totaal oké is, behalve dat daar het idee zit dat het niet oké is. En ik bedoel, al 20 jaar, hè, zegt mijn geheugen, doe ik dit soort dingen individueel en in groepjes. En ik zie altijd daar zo'n wonderlijke verschijning, of groep wonderlijke verschijningen voor mijn neus. En vrijwel iedereen zit zich, het enige wat er mis is, is dat ze zichzelf afkeuren. Of het leven, maar dat is hetzelfde. Ja, oké. Okay. Nou, dan doen we maar 30 sessies. Ja, het is oké, okay, maar... En dan zeggen sommigen ook nog van, ja meneer, ik kom hier helemaal naartoe, reizen soms 2 uur of zo, want ik wil meer mezelf zijn. Nou, je bent echt zo optimaal jezelf, dat wil je niet weten, alleen je vindt het niet goed genoeg. Dus je wil helemaal niet jezelf zijn, je wil iemand anders zijn. Dus het zijn allemaal schatten van mensen, maar ze liegen allemaal tegen me. Ik wil waarheid, ik wil mezelf zijn. Nee! Sorry, ik hou van je, maar you're lying to my face. En ik trap er niet in, maar jij wel. Het is echt, het is zo'n raar verhaal. Waar ben ik in godsnaam mee bezig? Dus als de irritatie zich voordoet, dan is de irritatie, dat is het. Ja. Zo is het toch? Ja, nee, dat klopt. Ja. Als het regent, dan regent het. En als de zon schijnt, schijnt de zon. Ja, ja, ik heb het wel eens proberen duidelijk te maken, maar het lukt niet. Ja, ik begrijp het wel. En ik zie het ook altijd meteen. Hè? Dat hebben anderen ook. Van, dan zie je iemand en die is gewoon zo. En dan raakt hij geïrriteerd. Ja, dat zie je toch?
Nou, en een tijdje later is hij niet geïrriteerd en dan gaat hij taart bakken of... Ja, dat zie je dan ook. Ja, en? Wat maakt dat uit? En als iemand de hele tijd geïrriteerd is, nou, waarschijnlijk ga ik dan niet meer langs. Of... Ja, dat maakt verder toch ook niet uit? Of als het toevallig mijn partner is, nou, dan is het daarna niet meer mijn partner. Ja, alles met mate. Hè? Dat geldt voor liefde en voor irritatie.